gedachten, de bouwwerken, zelfs de natuur en de tijd zelf waren teruggezet. Meerdere jaren. Het is een lekker trailertje niet. Met grote dank aan Chima Channel, stond natuurlijk ook aan het einde van zijn video. Heeft hij gemaakt en die vond het super leuk als ik hem wou uploaden. Dus bij deze Chima Channel, zijn kanaal staat ook in de beschrijving. En hij doet meer animaties en nog meer over deze jongen aan het einde van de video als we het over content gaan hebben. Hi trouwens, hey, sorry. Ik moest even reageren op het trailer dat ik hiervoor geëdit heb. Hoe gaat het? Alles goed? Hey, het is weer tijd voor een keer een videootje, omdat er best wel veel veranderd is de afgelopen, dit jaar, denk ik zo'n beetje. Een beetje sinds de kerst, hè, hebben we natuurlijk OKD, Open Kingdom, gehad. Het was de 5e editie volgens mij van Kingdom. En ik praat inderdaad in de verleden tijd, dat leg ik zo even uit. En we hebben natuurlijk ook voor mij februari, hebben wij de opening gehad van Kingdom 1. De OG Kingdom server. Geen oorlogssimulatie, niet een fanservertje, niet een server van een verloren koning die denk ik gaat zelf doen. Nee, gewoon de echte Kingdom 1 server. Dezelfde map, heel veel van dezelfde koningen. En natuurlijk waar ik ooit het idee bedacht heb, waar alle verhalen zich afgespeeld hebben. Die is terug. En daar ging het trailer natuurlijk ook over. Waar we allemaal een beetje heen gaan. Nou, heel veel kun je natuurlijk op Discord vinden. Op de Midisti Discord. Waar de lore ons allemaal heen gaat brengen. En hoe het kan zijn dat er allemaal weer nieuwe namen komen. Elke keer als we een stop hebben, dan moeten we natuurlijk wel even. En laat ik jullie zeggen, jongens. Die server, die is druk. Insane druk. Voordat je trouwens bedenken, David, je ziet er elk jaar ouder uit. Jongens, ik ben vandaag hartstikke ziek. Ik denk dat sommigen van jullie het ook hebben. Zeker in deze tijd van het jaar. Ik heb griep. Ik heb last van mijn keel. Ik heb vandaag ook 38,5, 39 graden koorts. Ik denk, weet je wat, ik ga deze video toch maken. Ik zit het te lang uit te stellen. Ik ben gewoon niet lekker. Daarom dat ik een beetje bleekjes ben. Daarom dat ik wallen onder mijn ogen heb. Dat denk ik vaker trouwens. Maar dat, ik ben vandaag gewoon niet zo lekker. Zo, nu ziet er ook in ieder geval uit. Dus, zoals ik zei, we hebben inderdaad een Kingdom 1 opening gehad in februari. Het is super druk daar. Iedereen is mega enthousiast. Daar gaat deze video deels een beetje over. Whitelists. Maar zeker deze video kun je een whitelist van Antropia winnen. Kan ik je nu vast vertellen. Moet je wel een beetje tot het einde bekijken natuurlijk. Maar dan leg ik uit hoe dat allemaal gaat werken. Als ik het niet vergeet trouwens. Daarnaast hebben we natuurlijk een maand anderhalf ervoor. Hebben wij een OKD opening gehad. Eigenlijk Kingdom 2. Zoals dat vroeger heette zeg maar. En ik moet eerlijk toegeven. Een 1.19 editie. Begon op 1.17 volgens mij. En toen een 1.19 versie gemaakt. Heel uitgebreid vergeleken met Kingdom 1. Kingdom 1 is dan eigenlijk gewoon een survival servertje waar je moet roleplayen. En de OKD versie, oftewel Open Kingdom, oftewel Kingdom 2, is een wat moeilijker publiek. En dan wil ik niet als nu als server-eigenaar gaan zeggen, de game is vanwege de spelers gestopt. Maar als mensen op een gegeven moment niet meer komen nadat je hebt gemaakt precies wat ze vroegen. En ze komen, maar als je nou ook nog deze 5 dingen doet, op een gegeven moment houdt het op als er maar 15 mensen online zijn. Plus de meeste mensen willen natuurlijk gewoon op Kingdom 1 spelen. De timing daarvan was misschien niet zo heel handig. Maar mensen die mij creatief kennen, als ik helemaal iets in mijn kop heb, dan gaat het gebeuren. Dan valt er weinig tegen te doen. Zo werkt dat. Dus OKD, voor de duidelijkheid, mocht je nog niet helemaal doorhebben, dat is gestopt. En we hebben een soort lijst gemaakt van actieve mensen. Dus mensen die, ondanks het gezeur of in de hele periode dat OKD live was, gewoon lekker online waren, actief waren, niet super vervelend waren op Discord en in-game ook. Stafleden die super hard geholpen hebben, hertogen die geholpen hebben, bouwers die geholpen hebben. Dus dat lijstje staat als goed is inmiddels al ruim op de Discord. En die mensen die mogen
vanwege het sluiten van OKD hebben wij gezegd, weet je wat, deze tientallen mensen, echt tientallen volgens mij, die krijgen een whitelist op KD1, zodat jullie niet een andere server hoeven te zoeken, maar lekker gewoon hier verder kunnen gaan. Info daarover via die Discord in ieder geval. Goed, ik heb hier een heel lijstje met wat ik allemaal moet gaan doen en gaan bespreken. Want heel veel mensen vragen natuurlijk, oké, dit is dan de eerste, nou, ik heb een power ranking video gemaakt. Oké, dat was content 1. Content 2 is dan de trailer en nu deze video waarin ik ga uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren op DDG met Kingdom. Want sommige mensen die zeiden, het zit al op stream nummer 5. Nou, stream ben ik niet zo van. Ik heb daar ook niet echt de setup voor als ik eerlijk ben. Stream heb ik nooit echt heel erg geweldig gevonden trouwens. Behalve als er een heel event aan gekoppeld was. 24 uur stream vond ik superleuk. Openingen van dingen vond ik superleuk. Maar ik zou het toch graag met content willen gaan doen. Echter, en ik zei net van, hey, check even deze trailer. Heel erg cool, is van Chima Channel. Daarover meer. Nou, we zijn nu bij meer aanbeland. Hey, meer. Ik ben momenteel aan het kijken of ik misschien niet zoals de oldschool manieren Kingdom maken. Dus met 15 man, 4 uur lang op een teamspeak zitten en editen 10 uur lang. Dat ga ik wat minder doen. En ik word gebeld. Wie zit mij te bellen? Ik heb geen idee. Nou, tot zo. Oké, ik heb geen idee waar ik gebleven was, maar dat was een belletje. Die moest even opgenomen worden. Hi, was ik weer vaag, hè? Krijg ik zo in één keer een belletje. Ja, de content dus. Ik heb samen met, voor mij was ik daar, we hebben samen met Chima Channel even wezen zitten. Hoe lang hij bezig was met deze trailer, dat viel eigenlijk best wel mee. Dus waar we nu aan het kijken zijn, in plaats van dat ik zeg maar urenlang op een Teamspeak of een Discord met mensen ga opnemen, urenlang editen. En ook iets wat ik misschien op dit moment niet zo heel leuk meer vind om te doen. Ik wil wel mijn verhaal ooit een keer kwijt van hoe het met Atropia afloopt en het Kingdom verhaal. Ben ik momenteel aan het kijken. En ja, dat kost me wel wat geld om te doen. Want die jongen die is daar een maand of twee mee bezig natuurlijk. Ik wil eens kijken, misschien een beetje als pilot, om te gaan kijken of wij één aflevering volledig zouden kunnen animeren. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het gerust even in de reacties achter. Dat betekent wel dat je waarschijnlijk een maand, anderhalf mag gaan wachten op de allereerste aflevering. Maar als jullie zeggen van, joh, dat is eigenlijk best wel een stinkend goed idee, David. Nou, dan gaan we dat toch gewoon lekker doen. Dus dat is mijn plan over content. Daarnaast kan ik natuurlijk wel mooie shaders aan, Distant Horizon mod aan. Ik kan natuurlijk wel gewoon mijn Kingdom Spotlights doen, hè. Want ik kan me voorstellen dat mensen die naar mij kijken, misschien niet naar alle andere kanalen van Koningen kijken op Kingdom, maar wel heel benieuwd zijn naar hoe bepaalde Kingdoms er nu uitzien, right? Of misschien dat jullie bepaalde lore ontdekt willen krijgen in een videoformaat. Dus dat kan wel. Misschien soms met webcam, soms zonder. Weet ik nog niet helemaal. Maar de Kingdom Spotlights en de Kingdom Lore, dat kan ik gewoon nog steeds doen. Dat staat gewoon los. Dat is net zoveel tijd als dit opnemen. Dat is niet zoveel tijd, maar ik moet er gewoon even tijd voor maken. Maar de echte Kingdom aflevering, jongens, jullie moeten je voorstellen, ik ben 2 avonden bezig geweest en 5 uur aan het editen, want ik ben gewoon niet zo snel aan het editen, eerlijk gezegd, met de Kingdom Power Ranking. En dan wil ik niet ego klinken of zo, want ik weet dat het geen 2017 meer is, maar dat wordt dan 15.000 keer bekeken. En in Kingdom Rap 25.000 keer. Jongens, dat zijn de kosten en de tijd niet waard, zeg maar. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt als hij echt moddervet. Ik spreek hem natuurlijk helemaal in. Ik schrijf de aflevering ook uit. Alles wat je ziet en hoort is geanimeerd. En als je die trailer hebt gezien, denk je, oké, dat kan nog best wel eens heel vet worden, misschien. Het is maar een idee. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En als je iets hebt van leuk idee, laat het even achter. En natuurlijk even, vergeet niet een like achter te laten. En laat het ook vooral Chima Channel op zijn kanaal even weten. Die heeft een paar, een soortje Nava, grapje. Een soortje Nava animaties erop staan. Dus je kan echt reacties op zijn video's achterlaten. Voor een beetje motivatie misschien wel. Cool, dat was de Kingdom content. Hebben we nog 2 onderwerpen. Want het is natuurlijk één groot feest. Kingdom 1 is er weer. We zitten elke dag met 100 tot 175 man op. En er komen nu nog eens 50 mensen van OKD erbij op die whitelist. Jeez, dat wordt druk. Maar het OKD-team zelf, hè, dus Job, Timo, Mitalius, noem ze allemaal maar op. En hun dan? Komen die dan Kingdom 1 spelen? Nou, eens, ze zijn hartstikke welkom natuurlijk. Maar er komt geen OKD 3.0. Er komt geen nieuwe versie van Open Kingdom. Wat we een beetje besloten hebben namelijk is dat het roleplayen op een survival wereld in een medieval stijl
met de Kingdom vibe, dat dat 8 jaar geleden heel goed kon. Want toen waren jullie die nu aan het kijken, zijn allemaal 10, 11, 12. En dat was allemaal super spannend. En iedereen wou met Eclipse trouwen. En iedereen wou tegen Thanatos vechten. En iedereen wou koning worden. En de mensen, ga ik weer alsof het de spelers zijn, maar het is niet alleen de spelers. De community is daar niet meer geschikt voor. In het algemeen. Je merkt dat per jaar wordt het erger. Ik denk over 5 jaar is het echt een verschrikkelijke groep. Maar de community wordt gewoon toxic. Niet iedereen in die community, maar de community in het algemeen. 5 mensen lopen te zeuren en de 6e, die eigenlijk helemaal niet toxic is, die stopt ook met spelen, want ze moeten dit maar even fixen. Dan wordt dat gefixt, komen ze nog niet online. Het werkt niet meer in 2024, basically. Het Kingdom concept, je ziet ook bij de RKD-servers, die fake-servers, dat is 1-2 maandjes en dan is het weer weg. Dit werkt niet meer. Die mensen kunnen beter gewoon HCF spelen en misschien op Kingdom 1 spelen, want daar werken het blijkbaar wel op een of andere manier. Misschien toch de OG-vibes. Misschien toch het idee van dat je die whitelist hebt moeten verdienen of zo, in plaats van ik kom wel even spelen en we zien wel. Op KD1 worden wel wat eventjes gedaan, maar mensen vermaken zich en roleplayen zelf. En OKD moeten mensen vermaakt worden. Dus nee, het OKD-team gaat geen nieuwe Kingdom editie maken. Wat OKD-team wel gaat doen, is een nieuw project starten. En ik ga er nog helemaal niks over zeggen, maar de huidige Discord van Kingdom zal daar wel naar omgewerkt worden. Dat zal dan tijdelijk ook zijn, want op het moment dat het live is, zal het waarschijnlijk zijn eigen Discord krijgen. Maar het ziet een beetje als een soort PR-kanaal voor dat nieuwe project. Nou, het zijn wel ongeveer dezelfde mensen, hè? Timo en Matthijs, die blijven. Er zitten wel wat Kingdom mensen bij, ook in de adviesgroep momenteel. En wat ik er wel over ga zeggen in ieder geval, want dat weet ik zeker, is dat DDG's allereerste MMO gaat worden. Ik zeg niet denk Winkraft, maar ik zeg het ook niet. Dat is een flinke uitdaging. Dat betekent dus ook dat we niet afhankelijk zijn van ongestelde hertogen en wispelturige koningen. We zijn niet zo staf gerelateerd afhankelijk meer. Maar als we dat voor elkaar gaan krijgen, duurt misschien wel een jaar. Who knows? Maar weet dat ze niet nu permanent met pensioen zijn en denken, weet je wat, dit gaan we er ook mee doen. Het ding is, het wordt geen Kingdom MMO. Die hele naam gaan we ook niet gebruiken. Die vibe gaan we ook niet gebruiken. Wat ik er tot nu toe van gehoord heb, wordt het mega vet. Dat was het ene laatste puntje. Want ik denk dat de meeste mensen heel graag willen weten hoe je die invite kan winnen. Nou, dat ga ik je dan bij deze vertellen. Dat is niet zo moeilijk. Je moet je username achterlaten en maximaal 3 regeltjes met motivatie. Dan kies ik er gewoon even eentje uit voor Altropia. En dan kun jij al Kingdom 1 spelen. Makkelijk, hè? Hou er wel rekening mee als je echt een ziek, ziek grote history hebt. Want je bent gewoon echt een kutventje. Doe het niet. Het kost jouw tijd, mijn tijd. Straks word je gekozen. Zit ik met je op Discord en denk van Jesus Christ, deze guy. Moet ik alsnog nee zeggen. Dus als je zegt van nou, ik heb het altijd al willen spelen. Of ik zat er vroeger op, maar nu niet meer. Meld je aan. Username met reden. Laatste puntje. En het is nog wel oh shit. Ik laat het gewoon zien. Ik was eigenlijk gestopt met Red Bull. Maar omdat ik zo ziek was, dacht ik, weet je wat? Het slaat ook helemaal nergens op om dat te drinken. Ik ben bijna volledig van de suikers af. Al 2 maanden. Doe niet eens door de thee. Dus dat ik dit nu drink is ook echt meer zoet. Ik had er gewoon zin in. Ik ben gestopt met roken. Dus dat is 2. Ik sport 3 keer per week. Ik probeer wat gezonder te zijn. En nu word ik ziek. Voor het eerst in 5 maanden tijd. Lekker. Anyway. Een wat controversiële onderwerpje. OKD was natuurlijk voor ons ook een manier om als server geld te verdienen. En Kingdom 1 is dat nooit geweest. Vroeger niet, laatst niet en de toekomst ook niet. Wij gaan geen whitelist verkopen, voor alle duidelijkheid. Ik ga hem even zeggen en ik wil mezelf niet heel te veel gaan vergelijken met andere projecten. Ik zal ook geen namen noemen, maar er is natuurlijk een andere server die van start wil gaan. Ik weet niet of ze al van start zijn gegaan. En die gasten die hebben €10.000 aan streamdonaties gekregen. Zijn daarna een paar maanden op vakantie gegaan. Misschien van dat geld, geen idee. Maar good for you. Onder de belofte, want dan gaan wij deze server starten. Nou, we hebben nooit om een euro gevraagd. En hebben de server gestart. Zijn weer live met de OG server. En ik heb nu echt mijn punt bereikt dat ik denk van,
Maar is het nou echt zo makkelijk? Zou ik nu gewoon moeten streamen? Gewoon 1 keer per 2 weken? Een donatiegoal neerzetten, want dan wordt de Kingdom server nog vetter? Of zo? En zou dat dan ook daadwerkelijk lukken? Ja, waarschijnlijk wel. Want in de keren dat ik gestreamd heb, pakte ik ook echt 500 tot 1000 euro per stream. Mensen vinden het live geld uitgeven en dan mijn reactie erop zien. Dat vinden zij op een of andere manier belangrijk. Omdat ik niet ga streamen, wil dat niet. Maar ik vind het wel zonde. Want we hebben natuurlijk best wel wat mensen. We hebben developers die werken aan... momenteel dus de OKD hebben ze natuurlijk aan gewerkt. Aan de MMO gaan ze werken. Hetzelfde team natuurlijk. En ook voor deze server zijn we nog lang niet klaar met het instellen van mobs. Nieuwe Empire One plugins maken. Hosting in het algemeen. Backups maken. Server hosten. Het is niet een hele dure server. Ik denk 200-300 euro per maand of zo. Maar ja, op jaarbasis is dat toch weer 4000 euro. Ik zat dus te denken of we niet iets kunnen bedenken samen. Dus stel er ook gerust even je mening over op. Om misschien iets via de Discord te gaan doen. I don't know. Misschien een soort donatiepagina. Dat als jij iets doneert aan ons of zo. Via Tippy of gewoon via dat servershop. Maakt mij niet uit. Dat je naam daar komt. Of dat ik... Oh, misschien wel boven de 50 euro dat ik een persoonlijke video inspreek voor jou. Zoals dit of zo. Op maximaal 30 seconden. Lijkt me hilarisch trouwens om te doen. Is dat niet veel leuker dan het op een stream te moeten doen waarvan je weet van ja, weet je, dat is toch gewoon extra zakcenten voor die gasten. Het is maar een suggestie. Ik zat ermee. Ik vind het dan zo oneerlijk niet. Want nogmaals, die andere gasten die server starten, die gun ik dat ook van harte. Dat meen ik oprecht ook wel. Maar die kunnen de komende 12 jaar lang kunnen zij servers hosten ervan. Die hoeven nooit meer een donatie aan te zetten. Maar er zijn mensen die dat er wel voor over hebben. Misschien ook mensen die dit kijken of mensen die Kingdom 1 al spelen. Dus niet zo van, ik doneer 100 euro. Mag ik dan nu een whitelist? Nee, want we moeten het niet pay-to-win. Niet pay-to-entry maken. Of als je een hele hoge donatie krijgt, oh, hier heb je een sharpness 6 zwaard in game. Dat gaan we dus niet doen. Dus op welke manier kunnen we dat toch doen? Dat wij 1, uit onze kosten komen. En 2, waarom zou ik er eigenlijk niet aan mogen verdienen? Dat was vroeger zo, toch? David Geldwolf. Maar waarom zou dat nou niet mogen? Moet je dan streamen? Is dat het? Of mag ik ook gewoon een hele vette server neerzetten? Daar 1 tot 2 uur per dag überhaupt wel mee bezig zijn? He, met overleggen, met whitelist goedkeuren, noem maar op. Doe ik allemaal, hè? Zorgen dat er hele vette streams komen. Video's komen. Spotlights. Is dat genoeg? Misschien een leuke persoonlijke video als je een wat hoger bedrag toneert. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me dat even achter. Dat was al mijn final puntje. Jongens, Kingdom 1 is terug. Ik had het enthousiast te willen brengen, maar ik ben hartstikke ziek vandaag natuurlijk. Dus dat. Kom lekker spelen op play.davidgames.nl. Kingdom is 1.19.4. Ik heb nog steeds last van mijn keel. En ik heb nog steeds 39 graden koorts. Dus ik ga lekker editen en mijn nestje in. Kom lekker kijken, ook op de rest van de server. Super gezellig. Binnenkort gaat de hele lobby naar 1.19.4. Dat betekent dat wij een nieuwe SMP, een nieuwe Skywars, een Hunger Games sinds lange tijd. Creative Plots. Alles is nieuw, jongens. Nieuwe games, nieuwe mappen. Dus iedereen kan zich vermaken. Ook als je geen Mindtopia speelt. Je denkt, ja, maar Kingdom is weg. Nee, er is echt genoeg om te doen. Plus Kingdom 1 natuurlijk. Discord is super gezellig. Dus kom lekker buurten. Ook als je een tijdje niet geweest bent. Wees welkom. Kom even lekker kijken. En ik zie jullie heel graag op de server terug. En natuurlijk ook op Kingdom 1. Waar ik binnenkort hopelijk een hele coole geanimeerde aflevering ga hebben. En leuke spotlights. Ik ben heel benieuwd dus wie van jullie nu een comment gaat achterlaten met ik wil de invite winnen. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden van wat zei ik er nog meer. MMO, dat was het wat je ervan vond. Maar ook wat jullie van zo'n donatiesysteem zouden vinden. Kan dat? Is dit de manier? Of zeg je van nee, dit moet gewoon via streamen. Want dat vind ik het leukste. Ik wil een live reactie zien. Geen idee. Het klinkt een beetje greedy misschien. Maar nogmaals, elke streamer, elke content creator, elke server-eigenaar doet er wel iets mee. Dus vandaar. Ik denk, ik ga het gewoon eens een keer open en eerlijk met jullie doen in plaats van dat. Ik wil ook wel openheid geven over hoeveel er dan totaal gedoneerd wordt per maand. Als jullie dat interessant vinden. Helemaal niet geheim over doen. En dat. Nou, bedankt voor het kijken jongens. En heel graag tot binnenkort. Groetjes.